Mijn naam is Avelien Haan, docent bij de Thorbecke Academie en onderzoeker bij het lectoraat I. torbecke Ik wil het met jullie gaan hebben over het huis van Thorbecke en alle verbouwingen die we daar in de afgelopen jaren hebben gedaan. In Nederland hebben we de overheid goed georganiseerd, toch? Nou, dat blijkt in de praktijk nog wel eens tegen te vallen. Stel, je bent een wethouder en je hebt een mooi leeg bedrijfspand op je bedrijventerrein. En je hebt je oog laten vallen op een mooi transportbedrijf dat daar wel zou kunnen komen. Doe meteen wat voor je werkgelegenheid. Maar ja, dan komt de provincie. En die provincie wil eigenlijk datzelfde transportbedrijf 30 kilometer verderop hebben... in een andere gemeente in het kader van de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Tja, en daar sta je dan. Of uh, je bent een burger en je hebt vol ondernemingszin. Bedenk je daar een plan voor en je gaat er een theetuin van maken. En je hebt de gemeente die eisen aan je gaat stellen, de provincie die wat van je wil, het waterschap dat voor alles voor je gaat regelen. En tot overmaat van ramp moet je dan ook nog voldoen aan de eisen van Staatsbosbeheer. Wie gaat er dan eigenlijk over? Wie gaat dan waar over in dit goed georganiseerde land? En waarom lukt het die overheid nou niet om met één mond te spreken? Nou, we zien eigenlijk rond specifieke casussen regelmatig de verschillende bestuurslagen met elkaar in botsing komen. En toch is er over die overheid goed nagedacht. 170 jaar geleden heeft Torbekke de structuur zoals we die nu kennen in de basis ontworpen. En we noemen dat dan ook wel het Huis van Torbekke. Uh, maar ja, we hebben er natuurlijk al een flink aantal jaren in gefunctioneerd. En wordt het niet de tijd om daar goed over na te denken? Moet de overheid niet de uitdaging aangaan om eens serieus na te denken over of die structuur van dat Huis van Torbekke nog wel past? Wat is nou de structuur van dat huis van Torbekken waarin we met elkaar die overheidstaken proberen uit te voeren? Nou, dan moeten we terug naar 1848. Toen kwam Torbekken met zijn grondwet waarin de structuur van gemeente, provincie en rijk zoals we die nu kennen voor het eerst is vastgelegd. En, en dat was wel een bijzonder moment, want niet alleen kregen we toen voor het eerst op al die lagen democratische verkiezingen en ook verantwoordelijkheid, maar we kregen toen ook een eenheidsstaat. En Nederland wordt wel gedefinieerd als een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Laten we die begrippen eens met elkaar verkennen. Eenheidsstaat betekent dat we met elkaar hebben afgesproken ons aan dezelfde wetten en regels te houden. Gedecentraliseerd betekent dat we allerlei bevoegdheden bij andere onderdelen van die overheid hebben weggezet. En als we dan gaan kijken naar hoe wij die decentralisaties hebben vormgegeven, dan doen we dat op twee verschillende manieren. We onderscheiden namelijk functioneel gedecentraliseerde organisaties en territoriaal gedecentraliseerde organisaties. Nou, bij die territoriaal gedecentraliseerde organisaties hebben we het over het algemeen bestuur. Dat zijn overheidslagen die iets mogen zeggen over een voor hun specifiek afgebakend gebied. Dat zijn in Nederland de gemeenten, de provincies en het Rijk. Die uh, territoriaal gedecentraliseerde organisaties voeren taken uit voor dat grondgebied. Dat noemen we hun autonome taken. Maar ze moeten ook samenwerken. Dat noemen we het medebewind. En om ervoor te zorgen dat er toch eenheid blijft tussen al die lagen, zijn er allerlei toezichtverhoudingen in het leven geroepen. Zo kunnen provincies bijvoorbeeld besluiten van gemeenten vernietigen of het Rijk dat van uh, provincies. Spannender zijn de functioneel gedecentraliseerde organisaties. Daar kennen we best veel vormen van. En de eerste valt meteen uit de toon, want dat zijn de waterschappen. Die hebben als specifieke taak water, maar hebben dat wel weer territoriaal afgebakend. En daarnaast onderscheiden we nog publiekrechtelijke bedrijfslichamen, zelfstandige bestuursorganen en uh, publiekrechtelijke lichamen met een wettelijke taak. Al deze functioneel gedecentraliseerde overheidsonderdelen hebben één ding gemeenschappelijk: namelijk dat zij voor een specifieke taak in het leven zijn geroepen. Dat mag ook niet zomaar, daar hebben we allerlei kaders voor gesteld. Nou, als je het zo bekijkt, dan is dat huis van Torbek eigenlijk best wel slim ontworpen. We willen lokaal regelen wat lokaal kan. En we willen, als we denken dat iets door een specifieke organisatie het best zelfstandig kan worden uitgevoerd, dat ook organiseren. Het lijkt wel het beste van twee werelden. En bovendien zit er best beweging in. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de politie, die hebben we de afgelopen jaren van decentraal juist weer centraal georganiseerd. En als we kijken naar de zorgtaken, dan hebben we die juist van dat centrale rijksniveau weer helemaal bij de gemeente neergelegd. Eigenlijk is die blauwdruk van dat huis van Torbekken best logisch en elegant ontworpen. Maar hoe gaan we daar nou in de praktijk mee om? Zijn we nog blij met de manier waarop het functioneert? Of zijn we stiekem dat huis van Torbekken al aan het verbouwen? Nou, in de praktijk blijkt het lang niet altijd mogelijk om van al die maatschappelijke opgaven en van al die maatschappelijke problemen af te bakenen tot welk specifiek gebied het nu precies behoort. Of uh, tot welk specifiek taakveld het nu precies behoort. Want als je het hebt over jeugd, ja, dan gaat het over onderwijs en het gaat over zorg en het gaat over wonen. Nou, we hebben daar dan ook allerlei samenwerkingsstructuren voor bedacht. En als je gaat kijken naar het huis van Torbekken, dan hebben we al allerlei muurtjes doorgebroken en gangetjes gemaakt. En uh, als je kijkt naar de gemeente bijvoorbeeld, dan zie je dat de gemiddelde gemeente met zo'n 15 andere gemeenten samenwerkt op allerlei verschillende taken. En echt niet altijd dezelfde gemeente. En dat geeft soms toch het idee dat de overheid, de gemeente, niet eens bestaat. Want het is een ingewikkeld samenstelsel van allerlei samenwerkingen geworden. En daarnaast zien we steeds meer, dat nu overleggen heel makkelijk is geworden in onze digitale netwerksamenleving, dat we niet eens meer echt een verbouwing hoeven toe te passen. Want informatie delen en samen ergens aan werken, dat kunnen we zo organiseren. Je ziet het, we hebben dat huis van Torbekken eigenlijk al op een heleboel verschillende manieren verbouwd. En dat heeft natuurlijk wel impact op het woongenot in dat huis van Torbekken. Want lukt het nog om onze opgave daadkrachtig te realiseren? En zijn we nog blij met de gekozen taakverdeling? En zien we de keuze van de burger ook terug in de besluiten die we nemen op al die verschillende overheidslagen? De vraag is of het al die verbouwingen in het huis van Torbekken nu hebben bijgedragen aan ons woongenot, of dat ze eigenlijk geleid hebben tot een nou wat schimmig gebouw met allerlei sluipdoorgangetjes en bijna een doolhof. En wat zijn eigenlijk de gevaren en de risico's van al deze verbouwingen? Je kunt rustig stellen, de overheid bestaat niet. Er zijn allerlei overheden in soorten en maten die de verschillende opgaven die er zijn, oppakken. En voor je ook gaat verbouwen moet je goed bedenken wat je doet. Wie wel eens Help mijn man is klussen kijkt, die weet dat natuurlijk. En voordat je gaat verbouwen moet je bedenken, wat zijn eigenlijk de risico's die daaraan vastzitten? Een eerste risico is dat democratische controle op al die besluiten die we met elkaar nemen in het gedrang komt. Als burgers stemmen wij voor een koers bij een bepaalde oplossing. Je wil natuurlijk dat die stem in het uiteindelijke besluit weer terugkomt. Nou, waar klagen we nu het meest over bij al die samenwerkingsstructuren? Raadsleden klagen dat ze er geen grip meer op hebben, dat ze niet meer weten waar het naartoe gaat en dat ze hun stempel er niet meer op kunnen drukken. En burgers klagen dat ze niet meer weten waar ze moeten zijn. Zo lijkt het toch dat het draagvlak voor al die verschillende keuzes die worden gemaakt, toch wat begint af te nemen. En dat is best een groot risico. Een tweede risico is dat die verbouwing soms toch niet helemaal goed gelukt lijkt. Um, al die problemen die we willen aanpakken beperken zich niet tot de door ons gekozen schaal of tot het door ons gekozen taakgebied. En als we dan met elkaar moeten gaan afstemmen in overlegorganen en in samenwerkingsstructuren, leidt dat soms tot besluiteloosheid. En dan moet je van dat samenwerkingsverband weer terug naar je eigen gemeente. En al dat overleggen kost tijd en energie en daarmee ook een hoop geld. En dan komt toch die daadkrachtige aanpak van dat vraagstuk een beetje in het gedrang. Het lijkt wel alsof er een duivelsdilemma ontstaat tussen daadkracht en draagvlak. Torbeke draait zich misschien om in zijn graf, maar het lijkt steeds minder relevant wie waarover gaat in deze tijd. We willen eigenlijk vooral dat al die maatschappelijke opgaven gewoon gerealiseerd worden. En wie dat dan doet, dat is niet zo belangrijk. En als je het zo bekijkt, dan lijken al die verbouwingen in het huis van Torbeke prima, want je wil vooral die opgaven realiseren. Je kiest voor functionaliteit. Maar de andere kant is, als je kijkt naar waar de afweging dan wordt gemaakt, dan schrik je soms toch. Want waar gaat het om in onze democratie? Dat de keuzes die wij als burgers maken, dat dat de koers bepaalt voor de oplossingen die, we, die de overheden verzinnen. Ja, en dat lijkt met al die samenwerkingsstructuren toch een beetje in het gedrang te komen. En dat wil je natuurlijk niet in een democratie, want iemand moet verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we hebben gemaakt. Zoals je ziet, ons huis van Torbekken is al volop in verbouwing. En dat heeft ons heel veel opgeleverd. Prachtig maatwerk, mooie oplossingen. Maar het heeft ons ook best veel gekost. Het huis van Torbeke is dus een huis in verbouwing. Maar is iedere verbouwing ook daadwerkelijk een verbetering? Natuurlijk staat verbouwen vrij als je daarmee de functionaliteit kunt waarborgen en je opgave kunt realiseren. Maar bedenk goed wat het je gaat kosten in termen van overlegtijd, afstemming, maar ook in democratische controle. En de uitdaging voor de overheid van nu is om steeds weer bij iedere opgave te bedenken met welke overheid, overheden of maatschappelijke partners moet ik deze opgave gaan realiseren. En dan heb ik ook nog een leuke uitdaging voor je. Stel, er komt een groep burgers bij je met het verzoek om een windmolenpark op te richten. Dat ligt alleen wel op de grens van twee provincies en vier gemeenten. Wat ga je dan doen? Kies je voor informeel afstemmen of ga je een heel samenwerkingsverband oprichten waarin alle taken en bevoegdheden zijn vastgelegd? Kies je voor functionaliteit of kies je voor democratische controle? Kies je voor daadkracht of kies je voor draagvlak? Wat doe jij?